We gaan vandaag een ei pocheren. Het is normaal een lastig karweitje. Je doet het normaal in kokend water met azijn. Maar ik heb een ander trucje. Je pakt een stuk folie, plastic folie. Je doet het in een koffiekopje. Punten laten uitsteken. Dan kwas je de folie in. Aan alle kanten. Je breekt het ei erin voorzichtig. Dan pak je de puntjes van de folie bij elkaar. Nou, het enige wat je nog moet doen is het vastbinden van het ei. Niets is lekker als een gepocheerd eitje of een salade of op een toast. Dat kan niet vaker gebeuren, want dit gaat hartstikke snel. Kijk, het gaat nu het water in. Ik heb er nog eentje gemaakt. Ja, we wachten nu 3 minuten. Tot 6 minuten, afhankelijk van wat de wens is.